Hey Kreeft, welkom bij Puur Tarot. Mijn naam is Esmeralda en ik kom vandaag jullie reading doen voor de maand december. Ik ga geen vraag stellen, ik ga gewoon kijken wat eruit komt en dan kun je zien of dat het resoneert of niet. Mocht het niet resoneren, maak er alsjeblieft ook uw verhaal niet van. Dus we gaan een keer kijken voor de Kreeft. Wat mag eruit komen voor het sterrenbeeld Kreeft? Nog een keer. Dat zijn er twee. De zes van vuur en de aas van aarde. Iemand wilt u overwinnen, Kreeft, of jij wilt een persoon overwinnen. Maar ik zie wel, na een lange strijd komt er een overwinning. Er is sowieso goed nieuws onderweg. Het kan zijn, sommigen onder jullie kunnen promotie verkrijgen op gebied van het werk. En met de aas van aarde zie ik dat er hier stabiliteit binnenkomt. Voor anderen onder jullie kan het zijn dat er hier een vaste, stabiele relatie gaat binnenkomen. Het kan een persoon zijn die u probeert te overwinnen. Een vuurteken of een aardeteken hoeft niet per se. Maar met de aas van aarde heb ik wel het gevoel dat er ook geld onderweg is. Dit is een cadeautje van het universum. Dat zie je totaal niet aankomen. Ofwel is het in financiële vorm, ofwel is het in materiële geschenken. Dus we gaan een keer kijken in het tarot wat dat zij te vertellen hebben voor de sterrenbeeld Kreeft. Oké, Kreeft, onderaan op het dek, de acht van staven, communicatie, passionele communicatie, goed nieuws, belangrijk nieuws, heel snel. Dit kan binnen de 8 dagen plaatsvinden. Voor sommigen onder jullie gaat er hier plots verliefd geworden worden op een persoon, of iemand wordt plots verliefd op u. Ik heb wel het gevoel dat er hier een risico gaat genomen worden om in een type te springen. Het kan natuurlijk zijn in verband met deze persoon die verliefd wordt op u, of jij die verliefd wordt op een andere persoon. Ram, waterteken. Er liggen hier wensen. De wensen kunnen in vervulling gaan. Probeer gewoon zelfliefde te hebben. Probeer meer aan jezelf te denken. En dan kunnen de emotionele wensen in vervulling gaan. Want er is nog veel te veel verwarring. Er is nog veel te veel keuze. Het kan ook zijn, Kreeft, dat je veel opties hebt op je gebied van de liefde. Dat je eigenlijk kunt kiezen met wie dat je een relatie zou starten. Of het kan zijn dat je gewoon je opties openlaat. Dat is onderaan op het dek, hè. Dat zie je niet aankomen. Dat ligt in je onbewuste of het zit wel al in je energie waarvan dat je er nog niet van bewust bent. Ik zie wel, Kreeft, dat je aan het manifesteren bent. Je probeert je dromen in werkelijkheid te brengen. Tweeling maagd. Het kan ook zijn dat er iemand anders
u aan het manifesteren is, sowieso tweeling en maagd. Deze persoon probeert iets in werkelijkheid te brengen. Deze persoon, oh, je wint toch. Evenoogsken op u. Dat kan via sociale media gaan, dat kan via vrienden zijn, gezamenlijke vrienden. Dan ze iets vragen van, hoe is dat met kreeft? Wat doet kreeft? Waar is kreeft geïnteresseerd? Deze schildknaap van zwaarden is zo'n typeke. Iemand die heel nieuwsgierig is. Iemand die weet wat dat uitsteekt. Geen stalkgedrag of zo. Hè? Dus het is heel klein en heel onschuldig. Maar er wordt hier gevraagd om controle los te laten. Het kan zijn dat deze persoon die u controleert en die u aan het manifesteren is, dat die persoon... Sorry. Dat deze persoon controle moet loslaten. Zodat de manifestatie, de dromen, kan binnenkomen. Je kan hier te maken hebben met een ram. Tweeling ligt hier twee keer, ram twee keer en maagd. We gaan er een keer dieper op in gaan en kijken wat er nog meer mag uitkomen. Sta niet blind op de sterrenbeelden. Dit is de persoon die in deze energie bevindt of zich voelt. Ik voel dat er hier wel heel veel wilskracht is. En er gaat iets overwonnen worden. Kan het zijn op het financieel? Wauw, een nieuw begin in de liefde, de aas van kelken en een nieuw begin op gebied van het financieel. En onderaan op het dek ligt hier ook een volledig nieuw begin, drie keer. Het kan zijn, kreeft, dat jij je hart gaat openstellen voor iemand, dat je hart gaat volgen. Of iemand gaat zijn hart openstellen voor u. Schoon, ze. Dat zijn er veel te veel. Dat zijn 8 kaarten. Die ga ik nu ook niet nemen. Een beetje te veel. Oké. Iemand manifesteert liefde. Het kan zijn dat jij dat bent. Het kan zijn dat die andere persoon dat is. Wauw. Wauw, zo'n schone reading. Oké. Ik heeft... Iemand is onderweg. Iemand wilt zijn haar gevoelens voor u uiten. Dit is een boodschap. Deze persoon is onderweg. Deze persoon is heel charmant, romantisch, zachtaardig. Heel veel emotie in zich. Maar die persoon kan wel wat onzeker zijn. Omdat deze persoon denkt van een blauwtje op te lopen, omdat dit al in het verleden is gebeurd. Het kan zijn, kreeft, dat jij natuurlijk die toenadering gaat zoeken naar die persoon toe, want ik zie hier heel veel liefde. Heel veel liefde. En ik zie hier een koppel dat voorbestemd is. De koning en de koningin van kelken. Dit is voorbestemd. Dit is een powerkoppel. Dit is een koppel die samen iets wil opbouwen. Dit is een koppel die de overwinning wilt aangaan. Die de pijnlijke strijd achter zich wilt laten. De pijnlijke gedachten, de negatieve gedachten, de kopzorgen, de angsten. Dit wordt allemaal achter zich gelaten, want er komt hier een tweede kans. Iemand gaat openlijk
communiceren. Iemand wil gelijkwaardigheid. Kan een weegschaal zijn. Want er gaat een cyclus afgerond worden. Eind dit jaar. Midden januari. Luister naar uw intuïtie. Je kunt communiceren vanuit uw mind. Maar probeer iets los te laten, want er komt een boodschap vanuit het verleden die heel spiritueel is. Die connectie is heel spiritueel. Jullie zijn als magneten voor elkaar. Wauw, zo'n mooie reading. Ik krijg er kiekenval van. Shit. Oh, pardon. Mijn excuses. Ik zal het even volledig hebben in een eigen wereld. Wauw. Oké. Maar, er ligt hier een andere koning. Koningin van Pentakels. Dit is iemand die heel aard is. Dit kan een persoon zijn die een eigen zaak heeft. Dit kan een persoon zijn die ergens werkt, maar wel vrij goed zijn geld verdient. En deze persoon wil stabiliteit. Wauw, ik kreeg zo'n mooie reading. Oh jee. Want dit is de kaart van de huwelijk. Verloving. Mochten sommigen onder jullie nog niemand in ander leven hebben, dan komt er stabiliteit op het gebied van de liefde. Dan komt de liefde binnen. Iemand die heel geaard is. Iemand die goed zijn geld verdient. En iemand die emotioneel, mentaal, volledig stabiel in het leven staat. Het is wel geen rappe, Dindine. Want het is een aardeteken. Aardetekens die zijn nogal traag. Maar onderaan op het dek zag ik dus de koning van Kelken. Dus ik heb wel het gevoel dat het een persoon is die water en aarde in zijn of haar chart heeft. Voor mensen die wel al een relatie hebben, heb ik wel heel sterk het gevoel dat jullie hart gaat overvloeien. En dat er, voor die nog niet samenwonen, kan er een samenwoning plaatsvinden. Voor die wel al samenwonen, kan er een verloving, huwelijk plaatsvinden. Want dit is de kaart van de stabiliteit. Iemand is dit aan het manifesteren. Ofwel zijde jij dat kreeft, ofwel is dat de persoon waar je mee te maken hebt, of de persoon die nog uw pad gaat komen. Dit is natuurlijk een algemene reading, dus ze gaan er verschillende mensen naar kijken, vandaar dat er verschillende verhalen in liggen. Maar, wauw, wat een reading. We gaan even kijken naar de schildknaap van zwaarden, de persoon die je in toe houdt, een luchtteken, tweeling, weegschaal, waterman. Vertel mij meer over de schildknaap van zwaarden. Het kan wel zijn dat deze persoon nogal wat kinderachtig overkomt, of deze persoon is jonger dan nu. Dat kan ook natuurlijk. Stel dat de persoon ouder is dan nu, dan kan deze persoon wel wat onvolwassen overkomen. Oké, deze persoon heeft een gebroken hart, is nog pijn aan het lijden. En dit is dus duidelijk iemand die je kent. Het kan zijn, Kreef, dat jij nog aan het healen bent van het gebroken hart, wat er in het verleden u is aangedaan. Maar jij of de andere persoon hebben angsten om opnieuw verdriet te krijgen. Of opnieuw die verdriet te moeten meemaken. Er wordt hier nog geheeld. Er worden hier nog dingen verwerkt. Oké, dat is hier heel veel luchtteken. Deze persoon zit vooral in de mindspace. Deze persoon heeft slapeloze nachten. Geraakt moeilijk in slaap. Tweelingkaart, hoeft niet natuurlijk. Deze persoon is angstig. Angstig om openlijk te communiceren. Zou ik openlijk communiceren? Zou ik eerlijk zijn met mijn kreeft? Hoe gaat kreeft het opvatten? Hoe gaat kreeft zich voelen als ik open en eerlijk ben? En deze persoon maakt zich zorgen om open en eerlijk te zijn, want er ligt hier heel veel verdriet. Heel veel healing. En deze persoon, ui en toog.
Is kreeft wel een goede persoon? Wil ik wel met kreeft verder? Past kreeft eigenlijk wel in mijn leven? Daar maakt deze persoon zich zorgen om. Kan zijn, kreeft, dat jij dat zijt. Nee, wat dat resoneert, tarot is vice versa. Dus het kan uw energie zijn. Het kan ook van de persoon zijn waar je mee te maken hebt. Maar ik heb wel heel sterk het gevoel dat dit twee verschillende energieën zijn. Voor sommigen onder jullie gaat de liefde echt komen of gaat de liefde hernieuwd worden voor de mensen die al in een relatie zitten. Maar dit is een andere persoon. Deze persoon heeft zorgen. Angstig. Het kan zijn dat deze persoon depressieve gevoelens heeft. Die persoon is niet depressief, maar ervaart die gevoelens. Je zou het bijna kunnen vergelijken met de donkerste nacht van de ziel. Maar het is niet gegrond. En deze persoon maakt zich zorgen of hij of zij eerlijk kan communiceren. Want er liggen hier nieuwe kansen en nieuwe mogelijkheden. Maar kreeft, jij gaat al wat dat u niet meer interesseert, al wat dat u emotioneel niet meer vervult, ga dat achter u laten. Want jij wilt gewoon feest vieren. Jij wilt uitbreken. Het gevoel van mijn ziel moet hier uitbreken. Ik moet hier van alles kunnen doen. Maar ja, we leven nu even in een bizarre tijd dat het een beetje moeilijk gaat. Maar de communicatielijnen liggen open. Ik zie passionele communicatie tweemaal. Het is voor mij een duidelijke boodschap. Maar je wordt gecontroleerd. Oké. We gaan even kijken naar de keizer. Oké, dat is heel veel. Dat is al een tweede keer voor kreeft. Geduld is er precies ook niet. Oké, vertel me meer over die emperor. Die emperor is wit. Thanks. Oh, wauw. Oké. Terug de keizer. Stabiliteit, controle loslaten. Je kan hier te maken hebben met een vaderfiguur. Hoeft niet of iemand is heel... een persoon die hogerop wil geraken. Een persoon die structuur nodig heeft in zijn leven. Een persoon die er wil staan voor zijn leven. Een persoon die wilt opbouwen op het gebied van de relatie. Want deze persoon ziet u als een onafhankelijke persoon. Deze persoon ziet u echt als iemand die succes heeft, die er staat in haar zijn leven. De keizer, de zeven van kelken, de tien van pentakels en de lovers. Een hele, hele diepe, sterke connectie, een soulmate. Ik kan bijna zeggen een twin flame. Hier moet een keuze gemaakt worden op gebied van de liefde. Dit gaat ook volmondig ja gebeuren, maar dit gaat ook gebeuren vanuit het gevoel, vanuit het hart. Want deze persoon wil een lange, vaste, stabiele relatie hebben. Voor andere mensen die al een relatie hebben, kan er onverwachts geld binnenkomen. Waardoor dat je hogerop kan geraken op gebied van carrière. Maar er worden hier opties opengelaten. Ik heb wel het gevoel dat de geliefden, tweeling, zijn haar opties openlaat. Dagdroomt over u, fantaseert. Hoe zou het zijn met een kreeft als ik een vaste relatie zou starten? Hoe zou het zijn verder in de toekomst? Want de tien van pentakels is niet zomaar iets dat friends with benefits is. Dit is lang, vast, stabiel, zekerheid. Zekerheid op gebied van het werk, geld, liefde, loyaliteit, huisje, tuintje, boompje. Deze persoon
wil daar een keuze in maken, maar deze persoon voelt zich nog verward. Vandaar dat er controle moet losgelaten worden. Het kan zijn, kreeft, dat jij dat zijt. Jij gaat wel het beste voelen wat dat bij u past. Op zich een hele mooie reading. En met de zes van vuur, dit is een lange strijd die overwonnen wordt. Maar er liggen hier wel nog wat zwaren. Dus die zullen er eigenlijk uit moeten. Maar we gaan een keer kijken naar de uitkomst. Hele mooie reading. Waterman had trouwens ook een hele mooie reading. Dus mocht je te maken hebben met een waterman, ik zou snel een keer gaan kijken. Verwacht dus positief nieuws, hè? En luister naar uw intuïtie. Die probeert u al een hele tijd iets te vertellen. Het kan zijn dat deze persoon zijn haar gevoelens, hoe zeggen ze dat? Verborgen houdt. En het kan zijn dat uw intuïtie u dat aangeeft. Ik heb nu Jans al alleen maar wauw gezegd in de reading van Kreeft. Oh wauw. Oh ja. Och, kijk hier. Soulmate. Twin flame. Dit is een hele sterke spirituele connectie. Jullie voelen elkaar zo goed aan. Jullie zien elkaar en jullie zouden gewoon smelten. Ik weet niet hoe ik het meer kan uitleggen, maar de connectie, de verbintenis, de band die jullie hebben, is zodanig sterk dat het moeilijk te weerstaan is. Jullie kunnen niet van elkaar gescheiden zijn, want jullie worden altijd weer naar elkaar gezogen. Soms heb ik het gevoel dat het een beetje... hoe zeggen ze dat? Aantrekken en afstoten is. Vandaar dat deze persoon volledig in zijn haar kop zit. Deze persoon is benauwd om terug opnieuw gekwetst te worden, want er is nog niet volledig geheeld. Oké, het hart bloedt nu wel niet. Er zitten gewoon nog littekens. En die littekens die mogen wel stilletjes aan geheeld worden. Maar deze persoon houdt je wel in het oog. Maar er ligt hier heel veel liefde. Heel veel liefde. Dit is eigenlijk de kaart van de liefde. Deze persoon is emotioneel wel in evenwicht, in balans, maar die persoon kan wel wat terughoudend zijn. Omdat er eerst vertrouwen moet gekweekt worden. En van zodra de vertrouwen er is, zal deze persoon wel vertellen hoeveel hij, zij liefde voor u heeft. Maar nu gaat die persoon dat niet zeggen. Hij voelt het wel, of zij voelt het wel, maar ze gaan het niet uitspreken. Maar het is onderweg. Naar de 10 van Pentakels. 2 maal. Duidelijke boodschap. Lange, vaste, stabiele relatie. Hier ligt heel veel liefde. Heel veel liefde. Er komt duidelijkheid. Iemand heeft financiële strubbelingen, maar het is voorbestemd. Er komen veranderingen. Ik heb het gevoel, Jupiter is nu direct, al een paar weken terug. Dit is de geluksplaneet. Kan het in het seizoen zijn van boogschutter?
Maar pak toch maar januari. En de toren komt ervoor tussen. Dus voor mij is dat iets dat plots onverwacht gebeurt. En daarna wordt er heel snel actie genomen. Het is iets dat heel plots gebeurt. Dus ik zou het laten voor wat het is. En laat die reading gewoon even op u afkomen. Want ja, ik denk dat het wel een beetje overweldigend is. We gaan kijken in de romantische engelenkaartjes. Kijk wat er daar nog uitkomen voor de kreeft spirits. Super mooie reading. Echt waar. Wauw. Al die emoties, al die liefde, al dat geld. Voor de kreeft. Voor de kreeft. Dat zullen geen boodschappen zijn. De reading is zodanig schoon waar, dat zij gewoon niet meer willen dat er hier een kaart uitvalt. Voor de kreeft. Eén boodschapje. Eén kaartje alsjeblieft. Ik ga hem binnen pakken. Oké, het zijn er twee. Oké. Flirten. En houd eerst van jezelf. De aas van kelken is ook de kaart om van jezelf te houden. Zo kreeft. Ik hoop dat je content bent met deze reading. Mocht het resoneren, zoveel te beter. Resoneert het niet, laat het liggen voor wat dat het is. Mocht je interesse hebben in een persoonlijke reading, dan mag je mij altijd contacteren. Ik dank u om te kijken en ik zie jullie graag de volgende keer terug. Bye bye!